Goed dat je kijkt naar deze video van fixyouiphone.nl. Mijn naam is Davy Grootherre en ik ga jullie straks laten zien hoe we de aan- en uitknop van een iPhone 5S gaan vervangen. Als we de aan- en uitknop vervangen van een iPhone 5S is wel een langdurige reparatie, zorg erom dat je rustig de tijd neemt voor het repareren. Wat je allemaal nodig hebt tijdens de reparatie is een reparatieset. Die kun je bestellen in onze webshop. Net als de magnetische schroefmat voor de iPhone 5S. Met het schroefmat behoud je het overzicht en kun je alle schroeven precies op de plek neerleggen waar je ze vandaan haalt. Dan kun je met terugzetten ook geen fouten maken. En natuurlijk een nieuwe aan- en uitknop voor de iPhone 5S die je ook kunt bestellen in onze webshop. Kom maar mee, dan gaan we nu beginnen aan de reparatie. Nou, we gaan beginnen aan het vervangen van de aan- en uitknop van de iPhone 5S. Voordat we gaan beginnen wil ik jullie eerst de aan- en uitknop laten zien, omdat het eigenlijk meer is dan alleen de aan- en uitknop vervangen. We zien hier rechtsbovenaan de flitser zitten van de achtercamera, de microfoon, omgevingsmicrofoon en de aan- en uitknop. Dit is de verbinding voor de trilmotor, de mute switch, de plus en de min knop. We noemen het de aan- en uitknop vervangen omdat het eigenlijk hoofdzakelijk de aan- en uitknop is die het vaakst kapot gaat. Daar staat de kabel ook dan het meest onbekend. Nou, deze aan- en uitknop is niet kapot. Ik doe hem via de aan- en uitknop uit. Maar ik kan me voorstellen dat als jouw aan- en uitknop kapot is, dat dat niet meer mogelijk is. Dan kun je twee dingen doen. Dat is of de telefoon uit laten gaan omdat hij te leeg is. Of de batterij van het moederbord even losmaken. Dan zit er ook geen stroom meer op de iPhone. Dat zal ik straks verder vertellen. In het reparatieset zit een kruiskopschroevendraaier en een pentalobe. Die pentalobeschroevendraaier beginnen we mee, zoals bij elke reparatie, de onderste twee schroefjes naast de oplaadconnector. Ik ga beide verwijderen. Die leg ik op de magnetische schroefmat neer, zodat ik precies weet waar alle schroefjes vandaan komen. Zo. Die zijn eruit. Nu kunnen we het scherm straks voorzichtig losmaken van de telefoon. Ik plaats mijn zuignapje boven de home button en de kleine plastic connector openen. Plaats ik aan de zijkant, dus niet bij de home button. Dat kun je links of rechts doen. Ik begin links. Ik merk al dat hij iets omhoog gaat. Ik zet heel licht kracht hierop. En ik wrik hem hier iets omhoog. Net als aan de andere kant. En dan zien we ook dat hij niet verder omhoog gaat dan dit. Het komt omdat er een kabel van de homebutton zit. Die kabel moet je erg voorzichtig mee zijn. Die kun je wel vervangen, maar dan werkt de fingerprint niet meer. Dus deze moeten we zorgvuldig mee omgaan. In het reparatieset zit een pincetje. Dan kun je het beschermlaagje en de homebutton klikt al gelijk los. En dan zien we de binnenkant van de iPhone. Nou, we gaan eerst even ervoor zorgen dat de stroom van de iPhone 5S is. Mocht jouw aan- en uitknop defect zijn. Hiervoor draaien we de twee schroeven eruit die de batterij op zijn plek houden. Zo. En dan kunnen we hem eraf halen. Nou, als ik de batterij los wil koppelen van het moederbord, pak ik ook de kleine plastic connector openen. Zal ik even iets inzoomen zodat je het iets beter kunt zien. Dan wrikken we hem hier los. Nou is de stroom er echt helemaal vanaf. Tenzij je nog een oplader erin hebt zitten, maar dat verwacht ik niet. En nu kunnen we verder gaan met het scherm. Het scherm zit vast met een beschermplaatje. En het beschermplaatje bestaat uit vier schroefjes. 1, 2, 3, 4. Deze hier rechtsachter is niet magnetisch.
Soms pak je de schroevendraaier nog net mee. En anders moeten we dat even met een pincetje doen. Wees voorzichtig met het eruit draaien van de schroefjes, zodat je geen defecten maakt. Hij blijft nu iets zitten, maar ik pak hem toch even voor de zekerheid gewoon op, omdat hij anders valt. En de vierde schroef draaien we er ook uit. Zo. Ja, wat je nu kunt doen is dat je even met de hand of met het pincetje het beschermplaatje verwijdert. Dan hebben we de kleine plastic connector openen weer nodig om het scherm er voorzichtig af te halen. Ik raak een moederbord niet aan, ik zet mijn plastic connector openen. Echt alleen om de connector van het scherm. Zo. We hebben nu de kabel voor de voorcamera, LCD en touchscreen eraf gehaald. Dan kunnen we het scherm aan de kant leggen voor wat het is. Nou, als we de AUI-knop willen vervangen, moeten we het moederbord eruit halen. De AUI-knop zit helemaal hier en die loopt door tot aan hier. Nou, de achtercamera die kunnen we er nu gelijk uitwippen. Kijk, daar is die al. Zo gaan we beetje bij beetje alles eruit halen om het scherm, of om de aan-uitknop goed te kunnen demonteren. Nou, hier zit de dockconnector vast. Die gaan we losmaken. Die kun je naar achteren schuiven. De gsm-antenne zien we hier zitten. Die gaat er ook uit. Zo. De simkaarthouder moet eruit. Dat kan nu, maar dat mag ook iets later. Deze kun je ook bestellen in onze webshop. Of die zit bij je, het doosje ook van de iPhone in als je hem voor het eerst koopt. Zo. Hier zit een tapeje, die halen we even iets weg. Zodat we wat meer kunnen zien waar de schroeven zitten. Zodat je exact kunt zien waar je ze eruit moet draaien. Nou, we gaan nu beginnen met alle schroeven te verwijderen van het moederbord, zodat we hem straks zo uit kunnen tillen. Er zitten drie grote in. Daar zit er één. Daar zit er één. En hier. Daarmee ga ik beginnen om die alle drie eruit te draaien. Ik gebruik daar de zwarte schroevendraaier voor die in het reparatie zit. Dit is namelijk een platte schroevendraaier. Waarmee je deze schroeven het makkelijkst kunt verwijderen. Zo, dat is één. Pas op dat je niet doorschiet. Zo, de tweede zit los, die ga ik straks met de kruiskop verder doen. Je hoeft ze niet altijd per se helemaal met deze eruit te doen. Vooral het begin is wel handig, omdat ze er aardig strak in zitten. Hij is al los hier. Ook al deze schroeven leg ik op de magnetische schroefmat. Deze hadden we nog niet helemaal. Kijken als die hier al verder mee kan. Dan pakken we toch nog even de zwarte schroevendraaier erbij. Om het laatste stukje, daar is die, eruit te halen. Nou, leg ik de zwarte schroevendraaier weer aan de kant. Dan pak ik weer de normale kruiskapschroevendraaier. Dan zien we dat hier achter nog een schroefje zit. Die moet er ook uit. Die wat hier links zit, die kunnen we laten zitten.
die is puur en alleen voor de simkaart houden. Hier zit er nog eentje. Die gaat er ook uit. En zo. Dan hebben we hier nog 1, 2, 3 schroeven. Ga ik even iets beter op inzoomen. Zodat je ze goed kunt zien zitten. Vooral bij iets grotere reparaties als dit is het echt belangrijk dat je een magnetische schroefmat hebt. Anders weet je straks echt niet meer waar alle schroefjes vandaan komen. Ik kan ze nou precies op de plek leggen. Dan weet ik straks ook waar ze vandaan komen. Zo. Nou, je kunt ook voor jezelf altijd makkelijk controleren als alles eruit is. Gewoon voorzichtig het moederbord iets op te tillen. Maar ik haal vast ook de schroeven voor de trilmotor weg. Zodat we dat straks niet meer hoeven te doen. De trilmotor van de iPhone 5S zit links bovenin als je hem voor je hebt. In dit geval is dat links onderin. Waar we de iPhone gedraaid hebben. Maar dat weet je natuurlijk zelf ook wel. En de derde. Dan zul je al merken dat de trilmotor los begint te gaan zitten. Kijk, dan kunnen we hem eruit halen. Onder de schroef die niet magnetisch is, zit ook nog een dikke schroef. Dus we hebben er eigenlijk 4. Deze moet ook eruit gehaald worden. Kijk, dan zie je dat die ook niet magnetisch is. Dan pakken we even het pincetje er weer bij. Om de schroef weg te halen. Nou, het houdertje voor de achtercamera, die kunnen we er ook afhalen. Dan zien we de flitserrouw hier zitten. Met de microfoon die we net ook op de kabel zagen zitten van de aan- en uitknop. En ik merk nu al dat mijn moederbord zo goed als los zit. Maar voordat we hem er echt helemaal uit kunnen halen, moeten we eerst nog ook even de aan- en uitknopkabel zelf losmaken. Die aan de bovenkant van het moederbord zit. Die is nou ook eraf. Zo kun je voor jezelf ook makkelijk controleren als echt alles er goed af is. Nou, we kunnen het moederbord nu erachter weg schuiven. Maar je merkt nog wel dat die vast zit. Dat komt door de wifi-antenne. Die wifi-antenne zit aan de achterkant vast. Die zien we hier zitten. Als ik hier voorzichtig met mijn vinger achter ga, dan klikken we die eraf. En zo. Nu zien we al dat de iPhone een stuk kaler is van de binnenkant. De dock-connector zit er nog in. De batterij, de wifi-antenne met aan- en uitknop. Nou, als je goed straks bij de aan- en uitknop wil en bij de plus-min knoppen en de mute knop moeten we de batterij er ook uithalen. Die zit altijd enorm strak. Zo kun je er vanaf de onderkant wel aardig onder komen. Ik heb hem net al goed verwarmd en deze is er al een paar keer uit geweest, dus het gaat hier iets eenvoudiger. Kijk, daar is hij al. En nu kun je ook heel mooi de kabel zien lopen van de aan- en uitknop. Kijk, hier de minknop, de plusknop, de muteknop. En waar die naar de trilmotor in gaat. Nou, hier zien we de wifi-antenne. En hier is de aan- en uitknop zelf. Nou, eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit waarmee je gaat beginnen.
Ik draai je aan de bovenkant vast een gedeelte van de aanhoudknop zelf eruit. Kijk, hier zit een schroefje waarmee die vast zit. Die leg ik ook op de magnetische schroefmat neer. Als ik de iPhone iets bijdraai, dan zien we hier de schroefjes waarmee de plus- en minknoppen vastzitten. Die gaan er ook uit. En zo. En de schroef die de mute-knop op zijn plek houdt, daarvoor is die ook. Die zit er een beetje tussenin, zeg maar. We kunnen nu al voorzichtig even kijken naar de aan- en uitknop zelf. Hier zit de flitser. Als ik die naar achteren haal, dan merk je al dat je die eruit kunt wippen. En dan heb je ook iets meer ruimte om goed bij de aan- en uitknop te kunnen. Zo kun je hem beter zien zitten. Nou, hier zie je een gedeelte van de knop zelf zitten. Als je daar met het pincetje achter gaat, het is een beetje lastig kijken vanuit de camerapositie, maar dan zul je merken dat je hem naar achteren kunt halen. Zo. En dan zit de knop er weer achter. Ik zet even mijn vinger iets tussen zodat de knop op zijn plek blijft. Hij zit meer echt vast hier met een soort van schakelsysteem. Hier zit geen schroefje tussen. Ik haal even het rubbertje eraf, zodat je een iets beter overzicht hebt. Dit moet je gewoon voorzichtig een beetje bij beetje doen. Want natuurlijk, hier zit de microfoonaansluiting en je merkt dat hij daar niet lekker overheen valt. Dus daarom haal ik eerst even dit gedeelte, die ervoor zorgt dat de aanhoudknop op zijn plek blijft, weg. Nou, het is makkelijker natuurlijk als we straks de hele knop los hebben om dit gedeelte eraf te halen. Dus wat ik doe, ik zorg ervoor dat de mute-knop naar onder staat, zodat we de rode streep zien zitten. Dan weten we dat straks ook. En de plus- en min-knoppen die blijven gewoon zitten. Dus hier kan ik al voorzichtig de kabel gaan verwijderen. Ik probeer deze niet kapot te maken omdat die eigenlijk nog gewoon heel is. Als die voor jou wel kapot is, dan kun je iets harder eraan trekken. Nou, hier zitten de contactpunten voor de trailmotor vast. Dus die haal ik er ook voorzichtig uit. Als het nog heel is, dan hoeft het niet kapot te gaan. En zo. Nu hebben we het grootste gedeelte al eraf gehaald. Dan komen we bij de aan- en uitknop met het microfoontje. Die kunnen we nou ook iets gemakkelijker eraf halen. Zo. En het schakelsysteempje, die goed vast zit. Je zult merken dat het best even een gepriegel is. De aan- en uitknop is een van de lastigere reparaties van de iPhone 5S. Maar beetje bij beetje zou je merken dat het wel lukt. Hij blijft hier aardig goed tussen zitten. Daar is die. Ik ga hem er even helemaal uithalen. Zo.
De knop zelf zit er helemaal los van. Die zet ik ook weer terug in het frame. Die kan gewoon blijven zitten. Net als de harde en zachte knop. En de mute knop. Die leg ik ook even op zijn plek. Die moeten we straks wel weer gebruiken. Nou, hier zien we de aan-uitknopkabel met de flitser. Als ik de nieuwe kabel erbij leg, dan zien we eigenlijk dat die exact hetzelfde is. Kijk, dit is eigenlijk wat je ziet. En zo. Kijk, de microfoon zien we hier zitten met de aan- en uitknop, de flitser, de kabel voor de trilmotor en de plusmin knop en de mute knop. Dus je hoeft ook niks meer over te zetten, dat is al gedaan. Hier zien we een zwart streepje tussen zitten. Het is belangrijk dat die mute knop, die pak ik er even bij, weer exact met die puntjes in de aan- en uitknop vallen. Dan ga ik straks ook weer erin zetten, dat kun je wel zien. Het is wel een gepriegel, maar als je er even mee bezig bent, dan zul je merken dat het wel lukt. Nou, ik ga weer beginnen met het terugzetten van de aan- en uitknop. Hiervoor zorg ik eerst dat even alles netjes weer op zijn plek ligt. Want aan de bovenkant bij de aan-uitknop zitten wel een paar losse onderdelen. Die voor de verbinding op het moederbord zorgen. En zo, die zit weer op zijn plek. Nou, de aan-uitknop zit weer op zijn plek. De plus- en min-knoppen. Vaak vallen die er nog wel een keertje af onder de reparatie. Omdat het gewoon echt een vrij lastige reparatie is. Nou, het systeem waarmee die vast zit, dat zie je hier. Dat is meer een scharniersysteem. Deze moeten we dan ook weer terugzetten in het rondje. Wat we hier zien op de camera. Ik zal hem even aanwijzen. Kijk, hier zien we een soort van scharniertje zitten. En de aan- en uitknop, zodat die er precies in valt. Ik ga even uitzoomen en dan ga ik hem er weer inzetten. Je zult merken dat dat ook niet in één keer goed gaat. Vaak is dat een beetje pielen en proberen en dan valt hij er wel in. Het is niet zo'n makkelijke reparatie als de batterij vervangen of et cetera. En vooral als je hem nog moet filmen. Nou, met één vinger hou ik even de aan- en uitknop vast. Zodat ik hem met het pincetje goed vast kan houden. En weer terug kan zetten in een scharniertje. Zit er voor een gedeelte nu weer in. Ik krijg hem nog niet helemaal weer terug, omdat hij er gewoon nog niet goed in zit. Je merkt dat hij nog niet echt goed weer terug erin wil gaan, dan moet je hem iets aandrukken, zodat hij langzaam maar zeker weer terug gaat. En de knop moet ook ondertussen op zijn plek blijven. Ik ga hem nog iets aandrukken. Kijk. En daar hebben we hem weer.
ga hem gelijk weer vastzetten. En anders wordt het alleen maar lastiger voor straks. De rest ook weer op zijn plek ligt. Het is een beetje een lastige reparatie om te laten zien. Omdat ik zelf eigenlijk normaal hier wat dichter op moet gaan zitten. Maar je hebt nu wel zo goed als een intentie hoe de aan- en uitknop in elkaar zit. En de echte kleine details zou je toch zelf echt... dichtbij even moeten bekijken. De flitser zit weer op zijn plek. Ondertussen is de harder en zachte knop er alweer uitgevallen. Moet ook weer op zijn plek. Zo kom je langzaam een beetje, komt alles weer op zijn juiste plaats te liggen. Deze kabel moet weer hier vastgemaakt worden. Het is weer van zijn plek gegaan. Persoonlijk vind ik dit altijd de moeilijkste reparatie van de iPhone. Bij de 5 is dat ook zo. Maar oefening baart kunst en ja, voor het filmen is het wel vrij lastig om te laten zien. Eventjes kijken. Waar de trilmotor op zijn plek moet. Zo, daar. Nou, de mute knop die moet hier komen. Met het rode gedeelte omhoog hadden we gezegd. Zo, ik merk ook dat hij weer goed klikt nu. Belangrijk dat het zwarte pinnetje weer precies ook in het knopje gaat. Zodat we alles in één keer weer terug kunnen zetten. Ik hou het nog wel met mijn linkervinger vast. Zodat ik gelijk de schroef erin kan draaien. Dan kan die ook niet weer terugschieten, want anders gaat het knopje weer verkeerd zitten. En dan werkt je mute knop niet goed. Of zwak. Zo, de plus- en min-knoppen. Die komen daar weer achter. Dan ga ik even het pincetje weer gebruiken. Om goed achter deze knop te komen. Oh, dan zie je dat de knoppen al wel los komen te zitten. Dan moet hier achter komen. Zo ja. Gaan we gelijk weer vastzetten. En de andere kant ook. Let op dat je ze niet te strak draait, anders draai je de knoppen niet meer. Ik check nu ook gelijk even of deze weer goed doet. Kijk, je merkt dat hij weer goed en makkelijk klikt. Nou, de trilmotor zit weer op zijn plek. We moeten alleen nog de aan- en uitknop zelf even vastzetten.
Dit is ook nog een beetje een lastig gedeelte, omdat dit ook vrij moeilijk is om weer op zijn plek te zetten. Ik blijf haast niet bij het pincetje zitten. Dus zorg er wel voor dat straks de flitser weer mooi blijft zitten. Die komt hier. Nou, ik draai hem snel vast. Flitser moet ook op zijn plek blijven. Nou, dit kan weer iets omhoog. Ik controleer nog even als die goed klikt. Mocht hij nog niet, hij kan nog iets beter, dan draai ik hem hier nog iets strakker. Kijk, je hoort nu ook dat hij gewoon weer goed klikt. Nou, hier zit alles weer op zijn plek. De wifi antenne moeten we straks niet vergeten bij het terugzetten. Het is nog wel een veelgemaakte fout. En nu kunnen we het moederbord weer onder het zwarte gedeelte schuiven. Kijk, ik ben nu zo druk met filmen dat ik de wifi-antenne ook vergeet. Gelijk een reminder voor jezelf. Dan kun je er gewoon met de vinger op klikken. En daarna het moederbord terugplaatsen. Nou, aan de andere kant moet je ook in de gaten houden dat de gsm-antenne er niet onder springt. Of in dit geval de aan- en uitknop. Maar dat merk je al wel snel genoeg als het iets onder ligt. Want dan kun je het moederbord gewoon niet lekker naar onderen klikken. Zo. Nou, alles ligt nu weer een beetje op zijn plek. Om even weer een beetje houvast te krijgen in het moederbord, zetten we de achtercamera houder gelijk weer vast. Zodat we daarna rustig de andere schroefjes weer terug kunnen draaien in het moederbord. Eén. En de tweede schroef. Nou, het lastigste gedeelte en het moeilijkste gedeelte van de reparatie heb je nu achter de rug zitten. Het was volgens mij ook moeilijk genoeg. Zet ik de achtercamera er gelijk weer bij. Zo, die zit weer op zijn plek. Hier klik ik de gsm-antenne weer vast. En zo. En de dock connector. En dan zie je alles op zijn plek zit. En de batterij ook weer voorzichtig terug. Dan kunnen de andere schroeven die we net uit het moederbord hebben gedraaid allemaal weer terug erin. De simkaart houden, inclusief misschien simkaart, kan er weer in. Het rubbertje wat aan de aan-uitknop zat, dat hoef je er niet weer terug in te stoppen. Dat is meer voor Apple een garantiebewijs. Zo kunnen ze zien dat je de aan-uitknop een keer hebt vervangen of niet.
Maar als je hem er eenmaal af hebt gehad, dan plakt hij vaak zo slecht dat je hem er beter uit kunt laten. Voordat hij gaat zwerven in de telefoon. Nou, ik begin even met die dikke schroeven. Die je met de zwarte schroevendraaier vast moet draaien. Even in te zetten. Deze is niet magnetisch. Dus dat is altijd wel iets lastiger. Dat is 1. En dan beginnen we hier rechts. Tweede dikke schroef. Ik kan hem er voor die tijd even goed opzetten. Die iets grotere schroeven zijn wel iets moeilijker terug te draaien dan die kleintjes. Die hebben iets minder houvast. En zo. En de nummer 4. Die hier vast zit om straks het schermschild weer vast te maken. Het gaat wel lastig. Erin draaien kun je de kruiskopschroevendraaier ook wel iets voor gebruiken. Vooral om het eerste gedeelte te doen. Kijk, dat draait iets makkelijker. Dan zit hij er ook gelijk goed in. Eruit halen lukt niet met de kruiskop. Erin halen lukt vaak wel. Dat je dan vaak wat minder weerstand hebt. Nou, laten we niet vergeten om de trilmotor terug te plaatsen. Die zat vast met 3 schroeven. Gaan er alle 3 weer netjes in, omdat we ze goed op de magnetische schroefmat hebben gelegd. En zo. En de derde. Nou, we hebben nu bijna alle schroeven er weer terug in. Hier zit er nog 1. Straks aan de bovenkant nog 2. Hier precies in het midden komt er nog 1 weer. En straks die andere waarmee we het schildje voor het scherm weer terugplaatsen. Maar eerst gaan we de doorconnect en de batterij weer goed vastzetten. Dat is 1. En de tweede schroef. En zo. Nou, je kunt op de magnetische schroefmat heel makkelijk checken als je nu alles klaar hebt. En dan kunnen we het scherm weer vastzetten. Met de 3 connectoren. Het schermschildje er weer op plaatsen. Vast met 4 schroefjes. En die laatste waar we er zo in draaien is niet magnetisch. Daar moeten we wel even rekening mee houden. Kunnen we de homebuttonkabel weer
terugzetten. Die klik ik vast. Het beschermplaatje er weer op. Die goed op zijn plek blijft. Je hoort hem klikken. Dan kunnen we hem weer aan de bovenkant goed dichtklikken, zodat hij er hier goed onder zit. Zodat je de rest van de iPhone daarna gemakkelijk dicht kan doen. Nou, hier aan de onderkant zitten nog twee schroeven. Ik test de aan- en uitknop gelijk en die werkt. Ja, deze werkte ook al. Mocht je ook kapot zijn geweest, dan werkt hij nu weer opnieuw. De onderste twee pentalopen schroeven erin. En dan is je reparatie geslaagd. Nou, dit is wel een van de moeilijkste iPhone 5S reparaties die er zijn. Het komt ook meer door het kleine gepriegel. En omdat de aan- en uitknop zoveel functies heeft. Dus het is wel belangrijk dat je een magnetische schroefmat hebt en een goede reparatieset. En een nieuwe kabel natuurlijk die je kunt bestellen in de webshop van fixyeiphone.nl. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik waardeer het enorm als je ons wil liken op Facebook. Of misschien wil abonneren op YouTube. En ik zie je graag terug in mijn volgende video. Dankjewel, tot ziens.